Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 20 van de Eredivisie en natuurlijk wat we gaan voorspellen voor speelronde 21. We hadden eerst een inhaalwedstrijd, dat was RKC tegen Go Ahead Eagles, dat werd 3-1. Dan hadden we weer een hele rare speelronde, zeker de Eredivisie is dit jaar echt, what the fuck. Fortuna Sparta werd 0-0, Volendam AZ werd 1-1, Emme Vitesse werd 2-2, Utrecht won met 1-0 van Heerenveen, Excelsior RKC werd 0-0, Ajax won weer eens een keer en meteen duidelijk met 0-5 van Cambuur, Feyenoord PSV werd 2-2, Go Ahead Eagles NEC werd 1-0 en ook Twente speelde gelijk 1-1 tegen FC Groningen. Ik wou Utrecht zeggen. Dan is dit op het moment de ranglijst. Feyenoord staat nog steeds bovenaan met 43 punten. Dan komt AZ met 41 punten. Ajax met 40 punten. PSV met 39 punten. En dan FC Twente met 37 punten op de vijfde plek. Sparta op de zesde plek met 34 punten. FC Utrecht staat zevende met 33 punten. Dan komt Heerenveen met 27 punten. RKC staat negende met 26 punten. NEC en Fortuna hebben 23 punten. Dan komt Go Ahead met 22 punten. Vitesse en Excelsior hebben 20 punten. Volendam op de 15e plek met 17 punten. Emmen staat 16e met 16 punten. Groningen 17 met 13 punten. En Cambuur staat laatste met 12 punten. Dan hebben we de voorspellers top 8. Ik sta nog steeds bovenaan met 167 punten. Dan komt Colino met 157 punten. Ook Lars staat tweede. Ik ben alleen de drietje even vergeten weg te halen. Met 157 punten. Jurgen staat vierde met 154 punten. Games staat vijfde met 153 punten. Thomas staat zesde met 152 punten. Luc staat zevende met 151 punten. En Stan staat achtste met 150 punten. Alles dus heel dicht bij elkaar. Thomas was de weekwinnaar. Goed gedaan, Thomas. Dan hebben we hier de KNVB-bekerwedstrijden die we gaan voorspellen voor deze speelronde. AZ moet thuis tegen FC Utrecht. De Graafschap ontvangt de Treffers. NAC Breda speelt thuis tegen Heerenveen. PSV ontvangt FC Emmen. Katwijk moet uit naar Spakenburg. Feyenoord moet in de Kuip tegen NEC. We hebben een soort van topper, FC Twente tegen Ajax. En ADO Den Haag ontvangt de Go Ahead Eagles. En dan hebben we speelronde 21 van de Eredivisie. AZ moet thuis tegen Excelsior. NEC ontvangt Cambuur. PSV in het Philips Stadion tegen FC Groningen. FC Emmen ontvangt thuis Fortuna Sittard. Sparta moet op het kasteel tegen Go Ahead Eagles. Heerenveen tegen Feyenoord. Vitesse ontvangt FC Utrecht. Ajax moet thuis in de Arena tegen RKC. En als laatste wedstrijd van de speelronde hebben we FC Twente tegen FC Volendam. Ik wil u bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je heel graag de volgende keer weer. Adios, amigos.